48. De Grondwet. 1848 wordt het Revolutiejaar genoemd door de opstanden die vanuit Frankrijk in grote delen van Europa uitbraken. Het doel was een eind te maken aan de macht van absolute heersers door een liberale Grondwet. Willem II werd bang dat die opstanden wel eens konden overslaan naar Nederland. Zijn angst werd aangewakkerd door een manifestatie in Den Haag, waarbij groepen mensen met fakkels naar het paleis trokken en de koning opriepen: nu eens haast te maken met de broodnodige hervormingen. Willem II werd volgens hemzelf in één nacht van conservatief-liberaal. Hij stelde zijn eigen belangen veilig door snel toe te geven. Op 17 maart 1848 benoemde hij een commissie die het Nederlandse staatsbestel moest hervormen. De liberale staatsman Johan Rudolf Torbeke werd voorzitter van deze grondwetscommissie. Torbeke kreeg koning Willem II werkelijk zover dat hij akkoord ging met de instelling van een parlementaire democratie en zijn handtekening zette onder een vergaande nieuwe grondwet. Daarmee was de basis gelegd voor het staatsbestel zoals we dat tot op de dag van vandaag kennen. Nederland werd een constitutionele parlementaire monarchie. Dat houdt in dat de macht van de koning, de monarch en van het parlement wordt geregeld en beperkt door een grondwet, constitutie, en dat de invloed van het parlement doorslaggevend is. Willem II mocht nog wel ministers benoemen en ontslaan, maar die ministers waren niet langer zijn ondergeschikte. In de grondwet staat niet alleen welke taken de overheid heeft en hoe de verhouding is tussen de verschillende overheidsinstellingen, maar ook wat Grondrechten zijn van elke burger. Rechten die hem niet mogen worden ontnomen. Dat maakt de grondwet tot het belangrijkste staatsdocument dat we hebben. Uit het koninklijk besluit van 17 maart 1848. Wij, Willem II, hebben besloten en besluiten ten eerste een commissie in te stellen om met overweging van de wensen der Tweede Kamer van de Staten Generaal. Aan ons een volledig ontwerp van grondwetsherziening voor te dragen en om ons tevens zelf denkbeelden omtrent de samenstelling van een ministerie mede te delen. Ten tweede, tot leden van gemelde commissie te benoemen. De heren Meester D. Donker Curtius, Meester J. M. de Kempenaar, Meester L. Z. Luzak, Meester L. D. Storm, Meester J. R. In de grondwet staat onder andere het recht op vrijheid van meningsuiting. Waar ligt de grens? Als het echt heel persoonlijk wordt. Of als je ergens gewoon niet van af weet. Dan vind ik ook niet dat je daar echt iets over kan zeggen. Vrijheid van meningsuiting betekent echt alles. Dus je mag alles zeggen wat je wil. Dus geen grenzen. Ja, tuurlijk. Er zijn dingen die mensen kwetsen. Dat, dat, is nou, dat hoort er nou helemaal bij. Dit is een vrije maatschappij. En je ontwikkelt een schild voor die andere meningen die misschien beledigend te overkomen. Hoe zit het dan met discriminatie? Um, wat je nu ziet bijvoorbeeld in Nederland is dat als jij iets zegt over een andere bevolkingsgroep, word je meteen weer aangeklaagd of uh, beschuldigd van discriminatie of racisme, terwijl het ge gewoon kritiek is. Ik discrimineer nooit. Maar soms wordt het wel gedaan. Hier op school bijvoorbeeld. Ja, een voorbeeld op dit moment is uh, het geloof, natuurlijk. Hoe je eruit ziet. Een huidskleur. Brilsmurf of uh, leelijkheid of dit of dat. Je kent het wel. Nee, dat is, is niet normaal. Kijk, okay, als diegene er zelf om kan lachen. en niet beledigd voelt. dan oké, okay, zijn, 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 zijn probleem. Maar als je over iets waar de hele groep het van uh, niet leuk vindt. dan moet je het gewoon niet maken. Sommige dingen, daar die, die, die moet je gewoon je mond over houden. Sommige dingen, die kan je gewoon niet zeggen. En dat moet je doorhebben, je zegt, nou, dat moet je ook leren. Waar ligt voor jou de grens van vrijheid van meningsuiting? Beledigen. Mensen die de islam beledigen. De moord op de van Geweld. Waarom zoeken mensen de grens van vrijheid van meningsuiting vaak op?